Sociale activiteit in Heilo stond op vrijdag 18 en zaterdag 19 november in Winkelhof Het Loo met haar najaarsmarkt. Ongeveer 50 deelnemers hebben het afgelopen jaar weer allerlei spulletjes gemaakt voor de verkoop. Het gaat daarbij om gebreide en gehaakte spulletjes, maar ook geitenwolle sokken, schorten en Sint- of kerstcadeautjes. De opbrengst wordt gebruikt om nieuw materiaal te kopen. Bij sociale activiteiten Heilo kunnen deelnemers wekelijks handwerken en die zelfgemaakte spullen proberen ze vervolgens te verkopen.